Nieuwkomers die in Nederland komen, die krijgen van de gemeente een inburgeringscursus aangeboden. Daarvoor moeten zij een toets doen. En uit die toets komt het beginniveau. En als dat beginniveau bekend is en de beschikking is in orde gemaakt, dan wordt iemand aangemeld bij het Albeda College. En bij het Albeda gaan wij eerst een intake doen met de nieuwe cursist. En bekijken we naar aanleiding van het beginniveau in welke groepen hij terechtkomt en waar hij mee gaat starten. Hoi Ser. Hoi Yaria. Ik wil jou eens iets vragen over de inburgeringscursus. Ja, natuurlijk. Ben je nu een jaar bezig? Bijna een jaar. Ja. En wat ik jou wil vragen, hoe is het nu om die cursus bijna klaar te hebben? Ja. Wat heb je eraan gehad? Als je vergelijkt met voor de cursus en na de cursus. Voor de cursus, ik kan niet alleen naar mijn afspraak, maar nu ik kan alleen naar afspraak. Mijn afspraak gaat bij de tandarts en school en ook gemeente. Fijn hè, dat je dat nu zelf kan. Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben blij ook. Ja, nou hartstikke goed om te horen. Ja. Koffie. Koffie. Ja, hard. Het kost dan 50 cent. Koffie met suiker. Met suiker. Hier staat suiker en hier staat melk. Oké, graag gedaan. Dankjewel. Lekker. Iedere inburgeraar krijgt eerst 3 maanden basisvaardigheden. Daarin wordt zijn beginniveau opgekrikt tot rond niveau A1. En daarna gaat hij of zij de inburgeringsmodule volgen. Als je hier net nieuw binnenkomt, dan bieden wij een programma aan, die basisvaardigheden. En daarin leer je eigenlijk het beginselen van de Nederlandse taal. Zoals de kleuren, het weer, groente en fruit. Daar moet je eigenlijk denken en dat is eigenlijk omdat we niet willen dat mensen zo in een grote groep terechtkomen. Dus wij stomen ze eigenlijk klaar in dit programma voor de inburgering. De sfeer op het Albeda College is eigenlijk heel gezellig. We hebben een kleine school, niet al te veel leerlingen. En daarbij is het ook zo dat we dus volwassen onderwijs hebben en beroepsonderwijs. En deze twee gaan heel goed samen. Dat merken we bijvoorbeeld aan opdrachten die wij geven aan de volwassenen. Die zij moeten uitvoeren bij de leerlingen van het beroepsonderwijs. Bijvoorbeeld een kort interview wat ze moeten afnemen bij beroepsonderwijs. Hoe heet je? Waar kom je vandaan? Waar woon je? Dat soort vragen stellen zij aan de jongeren en daar geven de jongeren dan antwoord op. En zo leren zij eigenlijk conversatie. Er wordt met de inburgeraar een programma vastgesteld. Dat programma dat is individueel bepaald, omdat niet iedereen alle modulen nodig heeft. Of dat er besloten wordt om een paar modulen eerst te doen en later de andere. Ik ben Manisha Harwinderji. Ik kom uit India. Ik woon hier bijna 9 jaar. Ja, Manisha, jij bent inmiddels al klaar met de inburgering. Ja. En jij hebt bij mij in de groep gezeten. Ja. Daarom kennen wij elkaar goed. Ja. Je hebt in de inburgeringscursus ook een stukje stage gedaan. Kun je mij vertellen waarom dat stage lopen binnen je inburgeringscursus, waarom dat belangrijk was? Ik denk eens belangrijk stage lopen, ergens, maakt niet uit waar, winkel of met andere mensen contact maken en communiceren en met andere mensen begrijpen. En daardoor, als je bent je goed, misschien kan je werken krijgen. Daardoor is stage heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja. Waar heb jij stage gelopen? Ik heb een stage gelopen bij de Zeeman Taxistaat, bij de Koningshoek. Dat was heel leuk. Ja, dus bij de Zeeman
in de winkel, ja. Dan moet je ook veel praten, zeker? Ja, daar moet je veel praten. Daar komt heel veel klanten. Heb je nog iets grappigs, iets leuks meegemaakt toen je stage liep bij de Zeeman? Ja, enkel ja, eerste dag is heel moeilijk, spannend voor mij. En ik sta bij de deur en dan ik wacht gewoon wanneer ze de deur open. En dan eerste dag ik ben zo trillen en omdat het de eerste dag was. Maar daarna is tweede dag, derde dag en dan gaat het goed. En dan ik ben helemaal rustig en ja, dan gaat het goed. De module hebben betrekking op burgerschapscompetenties en werknemerscompetenties. De inburgeraar gaat daar lessen in volgen en daarnaast gaat hij werken aan zijn portfolio en gaat hij trainen voor de inburgeringsexamens. Naast het volgen van de inburgeringsmodule en het maken van een portfolio gaat een inburgeraar ook op stage. Stage lopen is heel erg belangrijk, omdat de inburgeraar de taal dan in de praktijk uitvoert en daar heel erg veel van leert. Ja, ik ben Abdel, ik kom uit Somalië. Ook ik loop in stage bij de Voedse Bank. Ja, stage is belangrijk om te leren praten met Nederlandse mensen. Maar je leert toch ook praten op school? Waarom is het dan belangrijk om ook stage te lopen? Ja, stage is meer te praten dan school. Ja. Hier is mijn stageplaats. Ja. Handwerk, ja. En wat moet je allemaal doen? Ja, ik moet per één tasje één drank. En ook één dieze. Per persoon. Ja. Naast de inburgeringsmodule doet de inburgeraar ook lessen communicatie, waarin hij zijn niveau Nederlands omhoog brengt. Hij doet twee examens. Hij doet een examen voor zijn portfolio en dat heet een zogenaamd panelgesprek. En daarnaast doet de inburgeraar ook drie centrale examens. Een examen kennis van de Nederlandse samenleving. Hij doet een toets gesproken Nederlands en een elektronisch praktijkexamen. Ja, ik was heel zenuwachtig. Maar toen ik daar ben geweest, dan moet je moet het doen. Dus daar heb ik er helemaal voor gezet. Dus ik moet het doen. Ben je geslaagd? Ja, ik ben geslaagd. Gefeliciteerd. Dankjewel. Graag gedaan. Ik ben Wahini Rajan. Ik was in Sri Lanka geboren. Ik ben 33 jaar oud. Ik heb inburgering gedaan. Ik was klaar met een 1 jaar alle inburgerles. Nu ik ben bezig met opleiding, helpende welzijn. Ik vind het echt leuk om te doen de opleiding. Ik wil graag met de ouderen werken, maar ik wil doorgaan studeren, niveau 3 halen. Dat is mijn doel. Welkom in Nederland. Ik vind de inburgeringscursus een goed instrument voor mensen die net in Nederland zijn. Ik zie het als een opstap naar werk of een beroepsopleiding. Of in ieder geval zoveel zelfvertrouwen hebben en in staat zijn om mee te doen in de samenleving.